Zo, wij zijn er klaar voor. Zeker. Goedemiddag dames. Goedemiddag heren. Mijn naam is Peter. Ik ben Sabine. En we zijn Magician en Magician. Richard Ross werd 2 keer wereldkampioen met een ringenspel. En Fred Kaps 3 keer met peper, zout en een paar kranten. Met je huishoudelijke artikelen. Met de gewone spullen. Zullen we anders even laten zien hoe dat ging, die klassieke goochelkunst? Dat vind ik leuk. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes. Speciaal voor jullie een ode aan Richard Ross en Fred Kaps. Goedie. Even blazen. Ja, dankjewel. Maar dat komt, deze truc werd al 100 jaar terug gedaan door Herman de Kreet. Herman de Kreet nam toen al zijn publiek in de maling. En nu, zoveel jaar later, mag ik het doen. Nou, wist jij trouwens dat de vrouw van Herman de Kreet, Adelaide Herman, veel beroemder werd toen zij eenmaal solo ging? Nee. Ja. Zij toerde Parijs, Broadway, Londen. En zij was in de tijd van Houdini, werd zij ook wel de Queen of Magic genoemd. Maar waarom weet niemand dit? Nou, dat weten we niet, omdat er eigenlijk helemaal geen spulletjes van haar over zijn. Behalve dit tafeltje. Tenminste, dat vertellen ze mij. En ik geloof dat, dus ik heb hem gekocht. Ik heb hem in mijn huis neergezet. Vaas erop, bloemen erin. Maar er gebeurde nooit wat. Totdat ik van Amsterdam naar Haarlem ging verhuizen. En ik het tafeltje op wilde pakken. Duidelijk dat de laatste truc zou zijn een gevaarlijke. Nou, ik ga het gewoon nog een keer vragen. Wie zegt daar gevaarlijk? Wie
zegt daar een kaarttruc? Helemaal niemand. Eén iemand? Wie? Helemaal daarachter. Wie dan? Wie zei daar kaarttruc? Daar zie ik zitten. Jij zei kaarttruc? Wat is je naam? Bedankt, Bemin. Daar was hij. Ik stond daar, hij zei gevaarlijk, ik kwam op. Ja. Ik neem het even over. Ik zie het. Ja. Dit, let je op, Bemin, is een kruisboog. Deze kruisboog schiet met 230 kilometer per seconde. Dat is sneller dan jullie met je ogen kunnen knipperen. Dat zou ik dus nu ook maar even niet doen. Peet, ja? Ik zal even aan die kant gaan staan. Dat lijkt mij geen gek idee. Jullie zitten goed hoor, maar niet knipperen met de ogen. Een demonstratie. Jullie denken, die vrouw is hartstikke knettergek. En dat klopt. Wow, kaak. Dank u. Maar Sabine, ja. We gaan een stapje verder. Ja, zeker. We gaan dit shot nu nog een keer maken, but now we're going to up the ante. Oftewel, we gaan het een stukje moeilijker maken. Ik ga het nog één keer laten zien. De Wie heeft het hoekje? Daar. Daar. Oh, daar. De kaart zonder hoekje gaat in het spel. We gaan het spel laten schudden. Jazeker, even een secondant. En die meneer heeft een goede pokerface. Die kan wel even de kaarten schudden. Alsjeblieft, schud u de kaarten. 52 kaarten, en een beetje één goed, met een hoekje eruit. Niet worden zo, gewoon schudden. Shuffle, shuffle de dek. Shuffle. Dank u wel. Perfect, Peter. Wacht even voor de duidelijkheid. Iemand zegt, ik zag dat ik hem eruit haalde. Oh, nee. Even kijken hoor, waar zit hij? Hij moet er wel in zitten, anders hebben we een probleem, hè? Kijk eens, hij gaat er echt in. Ai, jammer, hè? Peter. Ja. Wil je voor mij de kaarten in de hoed gooien? Ik doe ze in de hoed. Yes. And assume your position. Dat betekent dat hij op zijn plek moet gaan staan. Peter, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Yeah! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Yeah! Ja, dat dacht ik ook, ja. Hit it. Want van de 52 kaarten was er één kaart, zoals jij weet, zonder het hoekje. Hou het hoekje in de lucht, hou hem tegen de kaart aan. Ik moet precies weten dat dit jouw kaart was. Hij past precies. Het applaus is voor hem. Alsjeblieft. Ah, gevaarlijke dingen doen, ik hou ervan. Jij houdt ervan, hè? Ja. Ik moet nog zeggen, dames en heren, dank jullie wel dat jullie in het kleine theater hier waren. Jazeker, dank je wel voor het komen. Van de klassieke goochelkunst. Via de, waar zit ze? Mindfuck naar de Danger Magic. Zeggen wij altijd maar één ding. Those who don't believe in magic will never find it. Dames en heren, Peter Goochel. Sabine van Diemen.